Wij waren gewoon goed bevriend en we gingen met elkaar om. Ik was elke dag in Marcel's huis te vinden. En ik was daar altijd aan het eten. En zijn moeder elke keer, en nu naar je eigen huis. En dan was ik weer de volgende dag. Dus we zijn echt half broers eigenlijk, zijn we. Was hij altijd al zo druk of is dat tot later gekomen? Nee hoor, dit is gewoon Dino. Dit is gewoon Dino. Okay. Hij is altijd zo goed. Kun je met een vriend een bedrijf beginnen? Zeer zeker, ja. Kan dat, Jan Dino? Ja, als je maar weet wat de regels zijn. Bij ons is het heel simpel. Creatief gezien zijn wij dan in die zin gelijk. Ik ben degene die meteen knopen doorhakt. En zegt van oké, dit gaan we, of tenminste niet zozeer. Knopen, hij hakt de knopen door. Ik ben degene die zegt van nou, we gaan de wereld veroveren. En hij zegt hoe. Ja. Dus. Oké, maar waarom ik het vraag. Ik hoor heel wat ondernemers. Ga nooit een onderneming starten met een vriend. Want als het bedrijf misgaat, is je vriendschap ook weg. Ja. Ja, maar daarin, ik denk dat het balans tussen ons is zo goed. En we hebben zo'n goede verstandshouding. En wat ook heel erg scheelt, weet je, we zijn zakenpartners. Maar Dino is naast Dimmar, doet hij nog heel veel andere dingen. We zijn lekker veel weg. Zeg maar gewoon. Wat er gebeurt als ik de winkel binnenkom. Nee, hij is echt heel erg betrokken bij het proces van weet je, de opstart. En nu ook, weet je wel, welke koers we moeten varen met de winkel. Hij is heel betrokken erbij, maar echt op de werkvloer staan. Ja, mag ik niet naar binnen? Als ik binnenkom, is het... Ah, jongens, hij is er weer. Ik weet dus nooit waar de kleding terug moet hangen. Ik kan niet vouwen. Het is echt... Geef hier, Dino. Dus nee, wij hebben hele duidelijke regels. Wij bepalen wat in de zaak komt. Echt letterlijk in de winkel fysiek. Ik mag me gewoon niet bemoeien. Je mag niet bemoeien. Ja. Want Vivienne, een ondernemer starten met vrienden? Ik vind het knap, inderdaad. En het kan absoluut. Maar het is inderdaad hele duidelijke afspraken maken. En dit soort dingen gaan 3 jaar goed. Het gaat 5 jaar goed. Maar het is heel knap als het 10 of 15 jaar goed gaat. Ja, precies. Ja. Want je groeit ergens uit elkaar of je krijgt ergens andere belangen. Dus het is denk ik heel goed om te blijven checken. Ja, jongen, maar het is 23 jaar. Ja, dit met elkaar uithoudt, dan... Nee, maar het is ook echt gewoon een goed huwelijk. Kijk, als je kijkt naar een man-vrouw verstandhouding... of man-man, of hoe je met elkaar getrouwd bent... is dat je hebt de een die dan thuis alles regelt... Ja. En dan of buiten. Dus het is echt, zo moet je het doen. Zo is het en de mannen bemoeien niet wat de vrouwen doen... de vrouwen bemoeien niet wat de mannen doen, dan gaat het.